net twee minuutjes op en baie van haar praat met dit, ek wil sê, maar ons het in Augustus, toen ek gaan draai, toen ons Belfast en Pelleborwa toe gegaan, waar die maansbergings ons vroeg uitreik gereel het, en daar is ook nog al ons dienst gehad, en het gehad by die kinderhuis, en toen ons daar so sit, kon die sien van die jongens al gelang die luister, as wat ons sit en luister nie, maar ek weet nog raar, waar sy ons so mooi geluid het, so aandachtig geluister het, en na die tijd het Noria een uitwilliging gemaakt, en daar blijkt dus een paar van die jong kindertie blok mense, dus die jong mense achter. En toen was ek in die bid, kon die bid daai eenvoudig uit, en door dan net die mense van my leven te kom, en hulle sy kind te kom op. Daar was een bid uit die, dus in al die ander, maar was so kostbaar hoe hy ook, so sy eenvoud, net sy harte teen die heren uitgestoord het. En ek wist dat hulle waar ons al deur gaan met die mense, ons weet nie hoe gaat het, want ons sien hulle nie weer, maar dat is ook kostbaar door die gemeente, ek weet so dat hulle luister. Die wat nie wel luister het, en die algemeen gemeente het uitgestap, ons is dankbaar vir die wat daarom die mense ontmoet het. Net dan laat ons van die Borwa toe gegaan, maar ons het vreselijk gesing om met verblijf daar. Ons het wat in direct verblijf gehad, en ek en Mara het gedink, kom ons het allemaal gaan, bij ons achter, ons nie verblijf, want waar van ons blijf. Maar die hulle het so ons kon versien, my vriende, wat mense uit die schoene vriende van die OEB is, vir verblijf, ons het so goed uit die melle ook gehad, dat ons het kon teerlange tijd, wat het door ons getuid, en op die einde het ons daar, dus op die Borwa uitbreng, was het vriende van die OEB gewees. Maar dit was ons vir die leven, ons ook na hulle te gestuur het, en ook om hulle bietje te bemoedig. En door op die Borwa het ons ook by die hoorskool daar, klas geleend hier gehad, ons, die juffrou het vir ons die 11e klasse gegeen, maar sy het self vir ons gesê, dit is die klasse met disciplineprobleme. En ek het myself gedink, ons is net 3 dames, maar vraag, ons is bereid om die disciplineprobleme die klasse op te pak. Maar hoe wonderlik die heren jou kon werk in na die klasse nie? Dit was Engels gewees, dit is ook nog een ander uitdaging gewees, maar die heren is getrou, en hy gebruik ons, dit is geen fout, om my daar die sêle te uitkom. Die en na die ene dag, kom die juffrou in die klas en sy vraag vir die kinders, hoe is die vandag so stil, wat klam het julle? Want gewoon ek was my kast net uit klas uit. En die ene uit die centrum, die buskant het waar met hulle kon praat, en hulle besef, hulle moet ook met hulle leren sy vraag maak. Nou, ons het ons nog wel nie geluk gehad, om so nie kan te bid, want het was ons nie geluk al gewees nie. Maar ons kan recht hulle vertrouwe, dat hulle hierdie waarings van anders soek, kan hulle ons aan kry. En ons is baie dankbaar vir daar die groentere by die hoorskool. En ook baie dankie vir elke van die hele wat vir ons getrouw bid. Ek denk nou dat daar, as ons vir iemand vraag, bid is het lief vir ons, maar ons nou hier door gaan besoek nie weet wat gaan gebid word. En dit bemoedig ons werk so baie. Ons wil ook vir ons te bid vir februari, waar ons na skryf gaan.